Van die verjaardag is dit boek verschenen van Jan Terlouw. Wankele wereld met een pleidooi, een warm pleidooi voor een duurzame aarde. Een strijd die Jan Terlouw al meer dan 50 jaar voert. Naar mijn mening is het tamelijk verontrustend enerzijds en erg mooi anderzijds dat wat er op het ogenblik bij de overheid leeft aan milieubesef voor een zeer groot deel gestimuleerd is door actiegroepen in Nederland. En ze zijn zeer belangrijk om te helpen de mentaliteit zo om te buigen dat we meer doen dan we op het ogenblik doen. Daarom luidt mijn aanbeveling dat activiteiten uit de bevolking ten behoeve van milieubescherming moeten worden gesteund, ook door het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en ook financieel. Ja, meneer Terlouw, 1971. Toen was u al voor steun aan klimaatactivisten. Ja. 50 jaar later, 51 jaar later, zien we ze overal op dit moment verschijnen. Zelfs klimaatplaktivisten tegenwoordig. Daar is veel om te doen, ook veel kritiek op. Wat vindt u daarvan? Ik ben er blij mee. Echt? Zolang ze niet schilderijen vernietigen, maar alleen even besmeuren en dan die schoongemaakt kunnen worden of vastplakken, om er aandacht voor te vragen. Want we zien nu heel veel problemen langskomen, alleen al hier aan deze tafel van vanavond. En het milieuprobleem is het allergrootste wat we hebben. Of het probleem dat we de natuur niet behoorlijk behandelen. Ook de biodiversiteit die gaat zo hard achteruit. De insecten verdwijnen, de vogels verdwijnen. Soorten verdwijnen op het ogenblik 100 tot 1000 maal zo snel als dat nieuwe ontstaan. Er is altijd een evenwicht tussen geweest. Ze ontstaan en ze verdwijnen. 100 tot 1000 maal zo snel verdwijnen ze nu. En dus gaat de biodiversiteit enorm achteruit. En wat we weten, dat is wat er gebeurt met wervelstormen, met overstromingen, met mislukte oogsten enzovoort. Het is het grootste probleem waar de mensheid ooit voor gestaan heeft. Ja.